moet stellen dat ik op dit moment een beetje zoekende ben, denk ik. Ik vermoed dat ik niet ten eeuwige dagen keeperstrainer kan blijven. Dus het lijkt me wel belangrijk dat je ook een beetje je pijlen op iets anders tracht te richten. Maar momenteel ben ik dan halftime eigenlijk te werk gesteld bij de voetbalbond als keeperstrainer. Dat maakt dat er natuurlijk nog ruimte is om daarnaast andere dingen te gaan doen. Renier gaat nog eens schieten. Geen slechte ballen, weer een schitterende save van Philippe de Wilde. Ergens mis ik een klein beetje het echte doel nastreven zoals ik in mijn carrière eigenlijk had. Om echt in een project betrokken te zijn. Dat is iets dat ik hoop dat ooit nog eens gerealiseerd kan worden. Maar ik kan ook niet in een glazen bol kijken of dat ook gaat gebeuren. Je gaat pas eigenlijk achteraf gaan beseffen hoe mooi dat de periode natuurlijk bij Anderlecht zelf was. Hoe mooi die club en hoe trots dat je eigenlijk mag zijn als je deel uitmaakt van de spelerskern van die club. Maar dat zijn dingen die vaak aan je voorbij gaan op het moment dat je echt actief in je carrière bezig bent. En dan ben je echt wel heel erg op jezelf gericht. Het is natuurlijk zo als je bij Anderlecht speelt. Dan is het meestal zo dat winnen alleen niet voldoende is. Het moet ook wel aantrekkelijk zijn en het moet mooi zijn en liefst met een aantal doelpunten verschil. En dan is iedereen tevreden. Als het wat minder is, ja, dan hoor je het ook wel van de tribunes. Maar in dergelijke wedstrijden, als je tegen Manchester kan spelen, als je tegen Real Madrid kan spelen, ja, dat maakt het echt niet uit. Het is gewoon winnen is gelijk en dan krijg je applaus voor een bal die je ver in de tribune trapt. Dan heb je die steun van dat publiek en ja, dat kan je soms wel vleugels geven. Het mooiste is eigenlijk het moment van het afluiten waar zowat iedereen elkaar in de armen vliegt. Het is dan op dat moment echt één grote groep, één grote bende die allemaal samen iets verwezenlijkt hebben. Ja, dat zijn eigenlijk de momenten. Daarna heb je dat eigenlijk vrij snel vlug, maar het is vooral dat moment van afluiten. Dan in eigen stadion met supporters, één grote euforie. Dat is een moment, dat is wel heel hevig, hè, maar het duurt ook niet zo lang. Hè. Daarna is het weer even, komt alles tot rust. Dan ben je wel fier en trots, hè, maar dat moment van euforie is dan alweer even voorbij. Toen al was ook de kloof tussen de absolute top en de andere liga's was al heel groot, dus we waren blij dat we erbij waren. En we hadden eigenlijk alles te winnen en niks te verliezen. Ik herinner me nog een breedtepas van Roberto Carlos, maar dat was niet zomaar een breedtepas. Dat was eigenlijk een volleytrap die hij van de ene kant van het veld naar de andere kant trapte. En Madrid is breed, op de borst van McManaman. Ja, dan denk je van, ja, dit is toch nog een trapje hoger. Van deze generatie zie ik wel natuurlijk een aantal heel jonge Anderlecht-producten. Naam Tielemans en Den Donker. De jongens die uit de eigen opleiding komen, dat is altijd mooi hè, voor een club als Anderlecht. Verdient opvolging natuurlijk. Als Anderlecht dan op zondagnamiddag speelt bijvoorbeeld en ik ben thuis, dan ga ik ook echt kijken. Terwijl dat ik bij andere wedstrijden wel eens ga zeggen van ja, oké, nu heel even niet. Maar als het Anderlecht is, dan kan ik het toch niet laten om toch te gaan kijken. En ik zou wel een aantal Europese wedstrijden willen schrappen om ene keer die beker omhoog te kunnen steken. Maar ja, het heeft niet mogen zijn.